Heeft het E17-viaduct in Gentbrugge zijn beste tijd gehad? De afgelopen weken vielen de stukken beton naar beneden, door het dak van een bus, door de achteruit van een wagen. En het was daarvoor nogal gebeurd. Is het illustratief voor de staat van onze bruggen en wegen of is het eerder uitzonderlijk? En hoe staat het met de tunnels? Allemaal vragen voor enkele leden van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. Dag dames en heren, ik praat met Joris Vandenbroucke, Vlaams parlementslid voor de SPA, met Dirk de Kort, die voor de CD&V in het Vlaams Parlement zetelt, en met Sas van Rouveroij, ook Vlaams parlementslid, maar dan voor Open VLD. Welkom allemaal in het programma. Ja, Sas van Rouveroij, directe aanleiding voor ons gesprek is de staat van het E17-viaduct in Gentbrugge. De afgelopen weken het nieuws gehaald omdat er stukken naar beneden vallen door het dak van een bus, door de achteruit van een auto. Ja, Gentbrugge, dat is een deelgemeente van Gent, hè. Uw stad. Wat denkt u als u zo'n berichten hoort? Dan maak ik mij zorgen natuurlijk, hè. Die staat van die brug is lamentabel. Joris zal daar straks nog wel iets meer over vertellen, want hij heeft een en ander ontdekt. Maar het is duidelijk dat die brug, die van denk ik 69 is, ondertussen dringend niet alleen aan herstelling toe is, maar aan een algehele renovatie. En dan stelt zich die vraag van, is het nog de moeite waard om het helemaal te renoveren, want dan ben je weer aan die brug gebonden voor 20 jaar. Terwijl de mensen die daar rond wonen toch wel graag een andere oplossing zien, namelijk een ondertunneling. En dat loopt dan weer mee met de vraag, hebben we genoeg geld in Vlaanderen om belangrijke infrastructuurwerken te bekostigen? Ja, we gaan het straks nog hebben over de budgetten die Vlaanderen vrijmaakt voor infrastructuurwerken. Ja, Joris Vandenbroucke, Gent is ook uw stad. Hè. Het laatste incident waarbij een stuk beton door de achteruit van een auto viel die net onder het viaduct reed. Ja, dat is door het agentschap Wegen en Verkeer afgedaan als een spijtig incident. Er was net een inspectie bezig, er werd met hamers geklopt om dingen te checken. En eigenlijk was het niet de bedoeling dat die wagen naar reed, maar goed, het is toch gebeurd. Dat is de versie die we te horen kregen, maar u betwist die. Ja, die klopt absoluut niet. Ten eerste, die wagen mocht daar wel rijden. Dat was maar één van de twee rijstroken, was afgesloten. Maar te gronden is het zo dat er inderdaad een stuk naar beneden is gevallen door de achteruit van die wagen. Daar waren inspecteurs in de buurt, maar niet op die plaats. En wat meer is, die inspecteurs hadden de brug nog niet aangeraakt. En zij zelf hebben dan hun overste laten weten dat zij het niet konden appreciëren, meer zelfs waren heel kwaad, dat men de indruk gaf dat zij aan de oorzaak lagen van het stuk dat naar beneden is gekomen. En hoe weet je dat zo zeker? Zij hebben het u verteld. Ja, ik heb intern mailwisseling kunnen inkijken binnen het agentschap Wegen en Verkeer. En daar staat zwart op wit dat de inspecteurs zeggen van kijk, die beton is naar beneden gekomen op een plek waarvan wij in 2015 al hadden vastgesteld dat er een probleem was, waarvoor wij ook gewaarschuwd hebben dat het moest opgelost worden en waar dat finaal inderdaad een stuk naar beneden is gevallen. Goed, 2015, dat betekent dat er dus al 4 jaar lang wagens onderrijden en dat eigenlijk al verschillende keren had kunnen gebeuren. Ja, en er zijn ook al verschillende keren stukken beton naar beneden gevallen van het E17-viaduct. Wat bewijst dat de staat, zoals de collega zegt, lamentabel is. En ik vrees dat er meer nodig is dan wat oplapwerk om dat in orde te krijgen. Dirk de Kort, zo'n dossiers die belanden dan op tafel van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken, waar u de voorzitter van bent. Is dit een uitzonderlijk geval, een viaduct in dit geval, waar al blijkbaar sinds 2015 problemen mee zijn? Passeren nog gelijkaardige dossiers bij jou? Ja, het is toch wel zo dat er al regelmatig vragen eigenlijk zijn gesteld geweest. Ook door collega Joris Vandenbroucke. Ik zelf heb ook daaromtrent vragen gesteld. En ook Bert Maartens van de N-VA heeft daaromtrent ook al vragen gesteld. We merken toch wel dat er inhaalbewegingen zijn opgestart ten aanzien van het onderhoud van die bruggen. Die deel uitmaken eigenlijk van die kunstwerken. Maar we merken ook wel dat er ook een bijsturing absoluut noodzakelijk was van de wijze waarop dat de inspectie eigenlijk gebeurde. Ja. Kunstwerken voor een goed begrip en voor de kijker die zich nu afvraagt waarover heeft hij het. Dat is het jargon dat wordt gebruikt om het over bruggen te hebben. Ja, het is inderdaad niet de kunstwerken van Luc Tuymans waar we het eigenlijk over hebben. Het is eigenlijk in de logistieke wereld wordt dat eigenlijk gebruikt als verzamelnaam voor bruggen, voor duikers. Daarvoor wordt het eigenlijk gebruikt, dat jargon, kunstwerken. En we stellen eigenlijk vast dat we hebben nog altijd eigenlijk gewerkt volgens een dienstorder van 93. Dat dienstorder is er trouwens toen gekomen omdat in Melle in 92 de laatste brug is ingestort eigenlijk geweest omwille van een tankwagen die dat er overreed. En die methode, zoals die daar eigenlijk werd omschreven, was eigenlijk een inspectie om de 3 jaar. Het is omwille van de vragen die gesteld zijn mede in onze commissie van mobiliteit en openbare werken, dat we ook wel merken dat er een bijsturing is gebeurd. In 1996 is er eigenlijk enerzijds nu een digitalisering gebeurd, want men stelde eigenlijk vast dat een inspectieverslag, het raadplegen, het opmaken eigenlijk van een verslag, dat dat achterwege bleef en dat er ook een bijsturing diende te gebeuren omtrent de wijze waarop dat de inspectie gebeurde. Maar goed, dat is waarop er geïnspecteerd wordt na inspectie. Dan verwachten we toch dat er iets gebeurt. Maar goed, afgelopen zomer, naar aanleiding van de ramp in Geneva met de Morandi-brug, konden we allerlei artikels lezen. Er zijn 30, om en bij de 30 kunstwerken die ja, in de gaten worden gehouden. Als ik die lijst overloop, dan zijn dat inspecties sinds 2003, onder meer in uw regio dan, in Deurne. De Sterkhofslui over de E34 sinds 2003. We zijn 16 jaar later. Jawel, maar we zien toch wel, hè, dus enerzijds, waarom is eigenlijk die inspectie van belang? Omdat je op basis eigenlijk van zo'n inspectie verslag dat eigenlijk wordt opgemaakt en dat vanuit eigenlijk dienst, dan vanuit NV Waterwegen, vanuit afdeling Wegen en Verkeer, komt het dan eigenlijk bij de commissie eigenlijk van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, beheer van de kunstwerken bij die commissie, en op basis daarvan worden budgetten vastgelegd. En we stellen daar dus enerzijds vast dat op basis van... Nogmaals, moet dat dan 16 jaar duren? Wel, het is eigenlijk op basis van nu bijkomend dat er beter eigenlijk die inspectie gebeurt, dat er ook bijkomende budgetten kunnen worden vastgelegd die absoluut noodzakelijk zijn om die inhaalbeweging van het onderhoud van die bruggen te doen. Want het is zo dat sinds in 2007, dan stonden er eigenlijk nog meer eigenlijk als 57 bruggen stonden erop. Dus we merken, het is al teruggebracht naar 30. Het is al teruggebracht. Maar goed, als ik over die inspectie mag onderbreken, Joris Vandenbroucke, u heeft zich in de commissie Openbare Werken vragen gesteld over het aantal keren dat zo'n brug wordt geïnspecteerd. Om de 3 jaar, maar dat blijkt lang niet meer zo te zijn. Nee, het is zo dat een brug of viaduct met een overspanning van minstens 3 meter, dat zijn ze zo goed als allemaal in Vlaanderen, dat die in principe om de 3 jaar moeten geïnspecteerd worden. Maar in 2017 heeft men beslist om dat slechts om de 5 jaar te doen, tenzij het nodig is om het sneller te doen. Ik vind dat een heel vreemde beslissing. Waarom? Omdat we in Vlaanderen de meeste kunstwerken dateren uit de jaren 70, 80, is ondertussen 30, 40 jaar oud. Ze worden ouder, ze worden nog steeds zwaarder belast. En dan zou ik denken dat je net die kunstwerken net meer inspecteert dan minder. Ik vind dat geen goede zaak, dat het aantal inspecties of de inspectiecyclus dat die verlengd wordt. Ook het aantal bruginspecteurs bijvoorbeeld is stabiel gebleven op 16. Maar het zijn 16 bruginspecteurs voor 2781 bruggen. Dat lijkt me eigenlijk bijzonder. Ja, dat is inderdaad zo. Ja. Nu, uw partijgenoot, Lydia Peters, moet ik nu zeggen, waakt over de budgetten. Hij is minister van Financiën en Begroting, daarvoor Bart Tommelijn. Ja, het budget voor herstelling, vernieuwing, onderhoud is wel gestegen deze legislatuur van 30 naar 55 miljoen als het gaat over die inspectie van die bruggen. Maar mocht het dan toch niet een beetje meer zijn? Absoluut, maar even voor het goed orde. Daarjuist gaf Dirk een mooie opsomming van alle vraagstellers. Ik zat daar niet tussen. Dat heeft een reden natuurlijk, omdat ik pas sinds vorige week terug in het Vlaams Parlement zit. Het feit dat ik hier nu zit, is gewoon omdat ik tussen 2009 en 2014 al in de commissie Openbare Werken zat. Dus ik heb een warme doorstart nu. Maar dit gezegd zijnde... Ja. Dus de vraag was, mag het niet meer zijn? Het mag natuurlijk meer zijn. Het probleem is natuurlijk dat er zijn zoveel paardjes die snel lopen en dus een Vlaamse regering moet keuzes maken. Dit lijkt mij goed dan ook een meer dan gerechtvaardigde keuze om meer in het onderhoud van onze wegen en onze bruggen te steken. Een stijging van bijna 30 naar 55 is best wel flink. Dat scheelt een slok op een borrel, maar is nog veel te bescheiden natuurlijk. Als je ziet dat de onderhoudsachterstand voor Oost-Vlaanderen 200 miljoen beloopt. Ja, als u van Gent naar de kust rijdt en u neemt de E40, als u de Leie overrijdt in Drongen, die brug staat al sinds 1997. Ja. Op die lijst, sinds 1997. Ja. Bent u nog gerust als u daaraan passeert? Ja, ik ben nog wel gerust, omdat ik er toch wel van uitga dat onze inspecteurs het nodige doen om wat supersnel moet gebeuren ook supersnel te doen. En daarvoor bestaan wel kredieten. Alleen het systeem werkt niet goed, dat is duidelijk. Er is veel te weinig budget. En dat is een collectieve verantwoordelijkheid. Niet alleen van Weits, ook niet van Hilde Krevits, de voorganger. laten we eerlijk zijn, vanaf de jaren 60, 70 heeft men zoveel infrastructuur gecreëerd zonder zich toen de vraag te stellen wat is de kostprijs voor de ganse levensloop van een infrastructuurwerk. Men realiseerde op den duur meer infrastructuur dan men kon onderhouden. En het kan anders, het kan veel beter. Rijd de grens over met Nederland en dan kom je plotseling in een totaal ander land wat dat betreft. En die qua ruimtelijke ordening natuurlijk er ook al anders uitziet. Dat is waar, maar ook onderhoud, wat met de ruimtelijke ordening niet direct iets te maken heeft, natuurlijk wel met belasting. Het zorgt er natuurlijk voor dat we vaker gaan rijden. Hè? Maar het punt dat ik daar wil maken is dat de Nederlanders, ik ga een voorbeeld geven, de sluis in Terneuzen. Die sluis in Terneuzen volgens de Nederlandse methodiek tot stand gebracht, want ligt in Terneuzen, maar was te behoeven van de Gentse haven. Dus Nederlandse methodiek, kostprijs volgens Vlaanderen, zeg afgerond 700 miljoen. Kostprijs volgens Nederland 1 miljard. Dan denk je bij jezelf, heeft er zich iemand misrekend? Nee, het verschil tussen de beide is dat wij alleen maar de infrastructuur van zo'n sluis berekenen. En zij doen daar ook nog eens de onderhoudskost over 30 jaar bij. Meteen mee gebudgeteerd. Zo is het. Ja. En dan word je niet verrast later dat er inderdaad onderhoudskosten zijn, want die heb je dan geprovisioneerd. En zo hoort het. Ja, ik wil nog eens terugkeren naar die inspecties, Dirk de Kort. Een deel van die inspecties kan voortaan ook worden uitbesteed aan privépartners. U zei in de commissie dat de inspecties kan verbeteren door te leren van externe expertise. Leg dat eens uit, wat bedoelt u daarmee? Wel, ik denk dat het enerzijds eigenlijk dat men heeft vastgesteld dat de inspecties zoals in het verleden eigenlijk zijn gebeurd, dat er toch wel een probleem eigenlijk was vooraleer dat die eigenlijk vertaald werden in een verslag. Dus daarmee dat het eigenlijk ook goed eigenlijk is dat men daar de weg van de digitalisering heeft ingeslagen. Ik blijf er eigenlijk ook bij dat het goed eigenlijk is dat men intern die kennis en die know-how blijft houden. En dus dat die mensen, die bruginspecteurs, dat je die behoudt. Die 16. Die 16. Maar daarnaast, als je een inhaalbeweging doet, dan is het ook goed om te zeggen van je moet een tandje bijsteken. En laten we dan te zeggen van, ga dan maar ook effectief, is externe er ook effectief bij halen. Alleen zitten we daar nu ook eventjes wat op te wachten. Ik heb eigenlijk vastgesteld... Kunnen zeggen, ze zijn aangekondigd, maar ze zijn er nog niet, die partners? Het was zo dat eigenlijk... Er is een bestek gelanceerd. Men heeft eraan gewerkt in 2016. De kandidaturen moesten ingediend worden voor 24 september 2018. We zijn ondertussen 2019. En we stellen eigenlijk vast dat de toewijzing ten aanzien van de externe nog niet is gebeurd. Maar u geloofde er wel in, want u zei in de commissie... Het kan expertise binnenbrengen die er vandaag nog niet is binnen de administratie dan. Wel, bijvoorbeeld dat men ook gaat gebruik maken van innovatieve technieken om te kijken met drones, om bepaalde inspecties, moeilijke punten waar dat men moeilijk nu controle kan uitvoeren, dat men op basis daarvan... U zou ook de ambtenaren kunnen opleiden natuurlijk, hè? Ja, maar ik stel niet de ambtenaren eigenlijk in vraag. Ik heb alleen eigenlijk vastgesteld dat die ploeg... te klein is. En dat het aantal kunstwerken... ook alleen maar verhoogd. Ja. Hè? Dus... Want u, Joris Vandenbroucke, u heeft zich wel kritischer getoond ten aanzien van die externe partners die mee moeten komen controleren. Ja, ik vind persoonlijk dat het inspecteren, het onderhouden en het herstellen van het inspectie en onderhoud van de kunstwerken van het agentschap Wegen en Verkeer, ik vind dat een kerntaak is van het agentschap zelf. Dat ze haar eigen infrastructuur op een goede manier beheert. En als je inderdaad ziet... wat de toename is van het aantal kunstwerken, van het aantal bruggen en viaducten. En je ziet dat een goede zaak zijn om externe hulp bij te roepen. Waarom niet meer bruginspecteurs opleiden en in eigen huis mensen aanwerven om ervoor te zorgen dat de eigen infrastructuur op een goede manier wordt beheerd? Want zoals Dirk aangeeft, men kondigt dan inderdaad wel aan dat men gaat samenwerken met externe partners, maar tussen de aankondiging en het moment waarop het dan operationeel is, dan verstrijken weer een aantal jaren. Ik betreur het dat er bespaard is geweest op personeel bij het agentschap Wegen en Verkeer. Heeft u in de commissie niet gezegd dat u ook vreest dat privébedrijven... Ja, makkelijker gaan vaststellen die ze zelf zouden kunnen repareren? Dat is inderdaad een bijkomende kwestie, dat je diegenen die later moeten opgeroepen worden om de herstelling door te voeren, dat dezelfde zijn die de inspectie doen. Dus ze zouden er belang bij kunnen hebben om inderdaad een inspectieverslag te schrijven dat de herstellingen moeten gebeuren. Want ja, liberalen hebben het natuurlijk ook graag over het kerntakendebat van de overheid. Ja. Is inspectie zo'n kerntaak, zoals Joris Vandenbroucke zegt? Klassieke koudwatervrees van socialisten voor uitbesteding. Ik vind het ook een kernopdracht, dat is punt 0. Ja. Maar wat dat heel belangrijk is, dat is op het einde van zo'n expertise, al is die uitgevoerd door een externe partner, dat hoe dan ook ons eigen beheerscentrum voor de kunstwerken de beslissing neemt. Wat er gebeurt en hoe het gebeurt. Dus 1, ik ben daar eerlijk gezegd niet bang voor. 2, Ik heb het nog niet vastgesteld dat er te veel onderhoudswerken zouden gebeuren, want in feite is dat de consequentie van de redenering van Joris. Geen stukken naar beneden vallen. Ja, want als je de redenering van Joris consequent doortrekt, dan betekent dat dat er gewoon heel veel onderhoudswerken zouden moeten worden uitgevoerd op basis van private expertises. Ik denk dat er wel een firewall is. Minstens als die er niet is, dan kan die er komen. Tussen aan de ene kant degene die de expertise doet en aan de andere kant de wereld van de aannemers die dan die onderhoudswerken moeten uitvoeren. Dat kan. Jullie stellen vast dat de aankondiging is gebeurd, maar dat dus die privépartners nog niet zijn gevonden. Gaan jullie, jullie zijn Vlaamse parlementsleden, initiatief nemen om daar achter te zitten, Dirk de Kort? Ja, we gaan dat zeker en vast eigenlijk verder mee kritisch blijven opvolgen, want ik merk toch wel, en dat hebben we ook al gemerkt met andere dossiers, dat soms minister Wijts denkt dat het voldoende eigenlijk is dat budgetten worden vastgelegd. Wat is toch ook zijn verantwoordelijkheid om mee op te volgen dat die budgetten ook daadwerkelijk dan ook besteed worden. Want wat we met z'n allen eigenlijk merken, dat is zoals wat vroeger in het verleden gebeurd eigenlijk is met de gewestwegen, autosnelwegen, er is een inhaalbeweging gebeurd. Gebeurt niet op de rest van de gewestwegen. Dat moet op dezelfde manier ook gebeuren ten aanzien van de bruggen. Dingen worden begroot, maar het geld wordt niet uitgegeven. Het staat wel in de begroting, maar er gebeurt niks. Wel, met andere zaken eigenlijk met de begroting, dat was toch wel opvallend, waar dat we meerderheid oppositie op dezelfde manier bij de laatste bespreking van de begroting ook zijn tussengekomen. Er is duidelijk, merkelijk een stijging van de budgetten voor mobiliteit en openbare werken, maar we stellen vast dat het gebruiken van die budgetten, dat niet op eenzelfde manier gebeurt. Dus een goede opvolging, wat is de reden waarom dat er eigenlijk niet gebeurt, dient mede te gebeuren en dat is de verantwoordelijkheid van de minister. En ik vraag me hier ook af hoe dat eigenlijk komt, dat we een half jaar verder zijn en dat er nog geen toewijzing is gebeurd. En ik mag verwachten dat er nu eerstdaags toch ook bijkomend zou gebeuren. Want die vervoersinfrastructuur, waarom hameren wij er zo hard op? Dat is altijd eigenlijk voor ons superbelangrijk geweest, voor onze welvaart, voor onze economie. En dat is ook zeker en vast eigenlijk van belang voor naar de toekomst toe. Als we daar niet verder eigenlijk in investeren, dan gaan we eigenlijk ook effectief niemand wil natuurlijk beelden uit Genua op ons scherm bij ons. Nu heeft het over welvaart, economie. Dan denk ik aan wat er vorig jaar gebeurd is met de Kennedy-tunnel. In de maand mei heeft die dagenlang vastgezeten, monsterfiles, omwille van het feit dat de verlichting naar beneden kwam. Onder meer uw partijgenoot Marino Keulen zei, misschien hebben we toch wel een beetje te hard gelachen met de Brusselaars en hun tunnels en moeten we wat meer bescheiden zijn. Was het niet zo? Had gelijk? Absoluut, natuurlijk had hij gelijk. Ja, en Voka heeft er toen, wat u nu zegt, belangrijk voor onze welvaart, op gewezen. Ja, een goede doorstroming, we zitten vlak bij de Antwerpse haven, is nodig. Het hangt allemaal samen. Hè? Hangt allemaal samen. Als ik er ook nog eens even mag, ik heb zelf vroeger ook bij de Antwerpse haven gewerkt. Als ik dat merk, er is heel hard gewerkt aan die verdieping van de Schelde. Komen heel wat goederen extra naar ons toe. Maar als je merkt naar die hinterlandverbindingen, naar dat autowegennetwerk, ja, dan merk ik van dat is eigenlijk blijven stilstaan. Dus er moet op dat vlak toch wel een tandje worden bijgestoken. En nog eens, wij zijn ook zeker vast voorstander dat er extra wordt ingezet op het spoor en op de binnenvaart. Maar er gaat meer gebruik worden gemaakt van die bruggen. Dus dat betekent, als dat intensiever eigenlijk wordt gebruikt, ook door zwaarder verkeer, dan moet je ook voor zorgen dat de up-to-date is. We willen graag, Vlaanderen wil graag eigenlijk een belangrijke logistieke speler blijven, maar dan is die infrastructuur cruciaal en dan moeten we er ook voor zorgen. En blijven we nog achterwege, want u bent ook tussengekomen in de plenaire toe, na die calamiteiten in de tunnel, in de Kennedy-tunnel. Voka wees er onder meer op. Ja, dit is eigenlijk niet voor herhaling vatbaar. Nee, dat klopt. Omdat je merkt, dan, naar aanleiding eigenlijk van zo'n incidenten, dan blijft iedereen eens even stilstaan van potverdorie welke hinder dat met zich meebrengt en van files. Maar we gaan, als we er niet voor zorgen dat er extra wordt geïnvesteerd, gaan we daar meerdere malen eigenlijk tegenkomen. Meer investeren om de bedrijven rond Antwerpen ter wille te zijn? Zeker en vast, maar vooral anders handelen. Zoals ik daar straks al zei, inderdaad, Vlaanderen, Brussel, Wallonië en daarvoor België in de jaren 60, 70, waar die deelstaten er nog niet, lijden allemaal aan hetzelfde probleem, namelijk dat men infrastructuur realiseert zonder in feite de onderhoudskosten ogenblikkelijk ook zichtbaar te maken. Maar toen ook veel nutteloze werken omwille van de wafelijzerpolitiek, hè? Ook waar. Dat is waar en daar zijn we een stukje vanaf, nog niet helemaal. Belangrijk is wel om de PPS-projecten van de jaren 2000 en volgende, om die even in beeld te brengen. Ja, publiek-private samenwerking bedoelt. Ja, die hadden één groot voordeel. Die hadden ook een groot nadeel. Ze kostten toen veel en af en toe werden ze uitsluitend gebruikt om te debudgetteren. Fout. Mm. Maar ze hadden één groot voordeel. Dat is dat ze de levensloop, de lifecycle, cyclus van een infrastructuurwerk in beeld brachten en dus zo een verborgen schuld, althans een schuld die vandaag verborgen is, zichtbaar maakten. Ja. En je had ook een contractant. Namelijk de maintenance. Het bedrijf dat de werken heeft gedaan. Juist. En als die contractant dan het onderhoud niet op een redelijke manier uitvoert, dan kan je die ook aansprakelijk stellen en in gebreken stellen. Terwijl als je dat zelf doet, dat is het nadeel dan van het zelf te doen, dan sta je voor je eigen spiegel. Ja. En dat lukt vandaag niet goed. Overigens, uw partijgenoot Pascal Smet heeft in Brussel ook over zo'n constructie nagedacht voor de Leopold II tunnel. Maar om eens terug te keren naar minister Wijs. Die heeft ondertussen de expertise van de teams die zich in de verschillende provincies over het beheer van tunnels ontfermen. Hij heeft die samengebracht in één tunnelteam. Heeft ook de budgetten voor onderhoud laten stijgen, investeringen laten stijgen. Zijn we er nu, Joris Vandenbroucke? Ja, tenminste zijn budgetten zijn gestegen. Hij heeft wat hervormingen doorgevoerd. De provinciale afdelingen heeft hij eigenlijk afgeschaft wat betreft de inspecties en heeft hij samengebracht. Dus één tunnelteam? Voor de tunnels in één team, voor de bruggen in twee teams. Ja, we moeten naar de resultaten op het terrein kijken om te zien of wat dat oplevert. Op die dossiers die ik ken of die ik opvolg, vind ik dat die uitblijven. Bijvoorbeeld het viaduct van Gentbrugge heb ik 2 jaar geleden al gevraagd van zijn daar geen extra maatregelen nodig? Moet je daar geen net aan spannen en dergelijke meer? En heeft de minister de geruststellende woorden gesproken van ja, maar een verhoogd toezicht is voldoende en we gaan daar vaker inspecteren. En vandaag blijven die brokstukken vallen, zelfs op die plaatsen waarvan we al 5 jaar geleden wisten dat er een probleem was. Dus sta mij toe om toch wel te twijfelen aan het feit of dat die ingrepen zullen volstaan om die problemen op te lossen of tenminste onder controle te krijgen. Samengevat, wat ik hier aan tafel hoor, wat gebudgeteerd wordt ook uitgegeven, niet alleen in de begroting laten staan. De onderhoudskost vooraf budgetteren en uitvoeren wat je belooft. Het onderhoud van de wegen tenslotte, wat is jullie balans? 32 werven vorig jaar, lees ik. Goed gewerkt, Dirk de Kort? Dat is zeker en vast goed gewerkt en dat is ook een teken dat die inhaalbeweging dat die verder eigenlijk wordt ingezet. En dus dat is prima dat dat gebeurt. En uiteraard, als werken worden uitgevoerd, ja, dan brengt dat hinder met zich mee. Ja, maar goed, je kan geen omelet maken zonder te breken, om het met een cliché te zeggen. En daar zit, zoals Dirk zegt, ook een grens dus. Zelfs al heb je meer budget, en we hebben meer budget nodig, dan nog is er een grens, omdat je niet al die werven tegelijkertijd kunt opstarten, of je gaat gewoon gigantische files creëren en ook weer economische schade natuurlijk genereren. Dus dat kan niet. Dus met andere woorden, meer budgetten ja, maar een goede coördinatie van de werken en van die onderhoudswerken is blijvend noodzakelijk. Goed, als een aantal diensten worden gecentraliseerd, dat is misschien een eerste stap om te coördineren. Absoluut. Minister Wijts heeft wat dat betreft al een inspanning gedaan, hè? Want ik betwist wel het feit dat men zou gesaneerd hebben op het aantal voltijdsequivalenten binnen de inspectie. Dat is gelijk gebleven. Dat is gelijk gebleven. Ja. Dus daaraan ligt het zeker en vast niet. En hij heeft inderdaad ook de inspectiemethodes wat veranderd. Daar kun je over debatteren, maar ik denk dat ze te betrouwen zijn, die nieuwe inspectiemethodes. Maar meer budget, ja, zeker en vast. Maar niet meer dan we ook aan kunnen, want we gaan niet met z'n allen nog meer om de mobiliteit in de gaten te houden. Absoluut. Nog één vraag voor jullie alle drie. We staan intussen enkele maanden voor de verkiezingen. Voor sommige werven is samenwerking, of op zijn minst overleg nodig met andere gewesten. Dat heb je ook al aangeraakt, Joris Vandenbroucke. En ik denk aan de verbreding van de ring rond Brussel. Maar goed, de Brusselse minister-president Rudy Vervoort, die verwacht geen akkoord voor de verkiezingen. Jullie partijen maken alle drie deel uit van de Brusselse regering. Hoe evalueren jullie dat dossier? Als je overleg moet hebben, en er wordt nu al gezegd vanuit Brussel, ja, sorry, maar voor de verkiezingen zal het niet lukken, Joris? Maar ik denk dat de optimalisering van de Brusselse ring, in dat dossier, ik denk dat dat gewoon kan uitgevoerd worden in de volgende legislatuur. Daar hebben we Brussel niet zo erg voor nodig. Nee, maar er zijn een aantal gemeenten in Brussel die op de rem staan en die burgemeesters... Maar de Brusselse mobiliteit is meer dan de ring alleen natuurlijk. Dat gaat ook over metrolijnen, tramlijnen, randparkings en dergelijke meer. Maar de ring is Vlaams, hè? Ja, dat klopt. Maar het zijn Er moet samenwerking worden. Vandaar de vraag naar dat overleg en blijkbaar het is geen goede zaak dat die samenwerking niet beter verloopt. Inwoners van Brussel en van Vlaanderen zijn allebei slachtoffer van het feit dat die beide gewesten niet voldoende samenwerken om ervoor te zorgen dat die mobiliteit beter verloopt. Ja, moet er meer overlegd worden met de andere gewesten? Ja, ik denk dat het zeker eigenlijk is dat toch wel een belangrijk aandachtspunt eigenlijk is, ook naar de toekomst toe, dat er een betere samenwerking is met de andere gewesten. Die was er bijvoorbeeld voor de kilometerheffing, voor vrachtwagens. Als we naar de toekomst toe ook op een andere manier willen nadenken omtrent de slimme kilometerheffing, bijvoorbeeld voor personenwagens, ja, dan zullen we ook moeten samenwerken met die andere gewesten. Ja, als gewest dus weer bij een vignet bijvoorbeeld, wat de andere gewesten niet doen, wordt moeilijk. Hè? Wat zeer moeilijk wordt, hè? Dat is enorm te betreuren. Hè? Dus meer samenwerking, ja, maar vooral betere samenwerking. En wat die kilometerheffing betreft voor voertuigen, voor personenwagens, dat moet er komen. Dat staat in de sterren geschreven, ook voor Wallonië en voor Brussel. Spijtig is dat wij als Vlaanderen daar allicht het voortouw in zullen nemen. En dat is op zich spijtig natuurlijk, hè? Want je moet je dan voorstellen dat je dus verschillende regimes gaat hebben wanneer je van hier naar Leuven rijdt. Van Brussel naar Leuven, dan heb je daar toch hier en daar nog een stukje Brussels gewest. Als je nog doorrijdt naar Luik, dan passeer je Onderhaverkapel. Dus, dus met alle respect, dit is niet verstandig, hè? Maar goed, dit is de opdeling van Vlaanderen. Van Vlaanderen was eigenlijk nu. Van ons land, van ons land. En dat vergt dus overleg, ja. Maar goed, als, daarom dat ik het ook zei, jullie partijen, CD&V, Open VLD, SPA, zitten in die Brusselse regering. Vandaag, dat zou dan toch het overleg moeten vergemakkelijken, denk ik. Ja, maar er is dan natuurlijk ook het probleem dat sommige betrokkenen, om niet te zeggen de partij van minister Wijts, maakt ook een sport van om voor alles een communautaire saus te gieten. Ja. Bijvoorbeeld het probleem met de Brusselse tunnels, dat was een typisch Brussels probleem. Terwijl ondertussen in mijn eigen stad Gent de brokstukken blijven vallen van het viaduct in Gentbrugge. Probeer dan tenminste samen te werken, want de problemen zijn dezelfde. Goed, laat het een oproep zijn tot meer samenwerking. Omwille van de mobiliteit, de economische effecten van een betere mobiliteit en het feit dat we daar allemaal beter bij varen natuurlijk. Mag ik jullie bedanken voor dit interview, voor dit gesprek. Joris Vandenbroucke van de SPA, Sas van Rouveroij van Open VLD, Dirk de Kort van CD&V en u beste kijker. Bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer. Dag.